Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is in dialoog met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om te onderzoeken hoe personen die bepaalde voorzieningen ontvangen kunnen worden teruggeleid naar de arbeidsmarkt. Dit zei minister Steven McAndrew aan de pers afgelopen woensdag. Hij benadrukte dat personen uit kwetsbare huishoudens niet noodzakelijk hun hele leven een uitkering hoeven te ontvangen. Maar middels training en begeleiding van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken kunnen we toch wel trachten om de personen te doen terugkeren naar de arbeidsmarkt. Het onderzoek is onderdeel van de National Social Protection Strategy of Suriname 2024-2030, waarbij er echt nagegaan zal worden wie daadwerkelijk sociale bescherming nodig heeft. De minister benadrukt dat deze strategie bedoeld is om mensen die in nood zijn te helpen. En daarbij zullen we uiteraard letten op het feit dat we willen dat sociale protectie toch wel mensen die in nood zijn gedurende hun hele levenscyclus moeten kunnen helpen. En het hangt er dan van af wat de nood is van de personen. We weten, mensen met een beperking hebben ook specifieke behoeften. Dus in die strategie zullen we ook daar dan specifiek erop focussen. We zullen kijken wat er nu wordt uitgekeerd aan de doelgroep en nagaan als dat verhoogd moet worden of als er nog andere zaken moeten komen bijkijken. De National Social Protection Strategy of Suriname 2024-2030 is goedgekeurd en ontwikkeld in het kader van een project dat vorig jaar gestart is met de ILO. Minister McAndrew zegt dat er zo snel mogelijk overgegaan zal worden tot de implementatie van deze strategie. Er zijn echter nog enkele onderhandelingen gaande met de ILO.